Het moment van de dag was vanochtend voor de training al voor Orlando Engelaar en ook trainer Fred Rutte. Zij kregen bezoek uit Gelsenkirchen van trouwe fans. En Orlando vertelt dat het goed gaat. En deze fan die speciaal vakantie heeft genomen voor een bezoekje aan de hertgang. En ook Fred Rutte is tevreden. En vertelt de fans dat ze na afloop een kopje koffie kunnen drinken. De Duitsers onder de indruk en Ballas Dzudzak zo te zien ook. Rutte legt uit hoe het precies zit. Dat was geweldig. Ja. Er waren een aantal fans die er iedere dag waren. En ik werd eigenlijk een beetje mee geconfronteerd. Dus ik was wel heel erg verbaasd, maar wel heel erg leuk. Ja. Hele leuke, vriendelijke mensen. En dat betekent toch dat je bij een club bent weggegaan. Waar toch wel heel veel mensen zijn waar ik een goede verstandhouding mee heb. Koffie voor de Duitse fans, champagne voor Stijn Wuitens. Hij verlengde zijn contract afgelopen week en dat werd vanochtend officieel ondertekend. Het geeft mij wel het gevoel dat PSV vertrouwen heeft, dus nu kan ik de komende 3 tot 5 jaar hier heel hard werken. Wuitens had een ultra korte vakantie, want streed met de Graafschap tot de laatste dag tegen degradatie, maar degradeerde en is nu terug. Het is heel ander voetbal en het is ook een heel andere club, het is allemaal wel iets kleiner als hier. Dus ik heb daar veel dingen geleerd, vooral vechtlust dan. En ik heb daar leuke tijden gehad, maar ik ben toch wel blij dat ik nu terug in Eindhoven ben. En de eerste trainingsweek zit er alweer op. Fred Rutte is tevreden. In zo'n eerste week moet je altijd oppassen dat je geen grote gevaren op gaat lopen met blessures. Uiteraard hebben hier en daar hebben ze allemaal wat pijntjes, maar die pijntjes zo reduceren dat we de 28e allemaal fit zijn. En dat is mijn doelstelling eigenlijk van deze voorbereiding. Zijn dat de gebruikelijke pijntjes van wennen dat je weer bezig bent? Ja, uiteraard. En wat natuurlijk nu heel erg goed is, denk ik, voor de club, is dat er ook een aantal van die jonge honden rondsnuffelen. En die dan geconfronteerd worden met de eisen en de maatstaf van top zijn. Je zei afgelopen maandag van, ik verwacht daar eigenlijk niet zo heel veel van. Die kunnen gewoon kijken. Maar wat is dan je indruk? Dat ze gretig zijn? Ja, die jongens die moet je altijd remmen. Kijk, het zou wel heel erg slecht zijn als vanuit hun inborst, als je ze op moet duwen. Dat zou niet goed zijn. En ik ben wel tevreden over de manier hoe ze zich gedragen tijdens zo'n eerste week. Maandag komt er weer een grote groep bij, onder wie ook Timmy Simons, van wie afgelopen week opeens berichten verschenen dat hij naar Club Brugge zou gaan, dat hij weg zou mogen. Ja. Hoe zit dat precies? Ja, kijk, dat zijn allemaal leuke dingen. Ik dacht dat het alleen maar in Duitsland was, maar het is blijkbaar ook in Nederland. Ja, dat zijn allemaal speculaties en al dat soort indianenverhalen. Ja, we kunnen er niks mee ik vind het ook de grootste onzin alsof Timmy Simons weg moet of Timmy is een gewaardeerde speler hier van PSV. Ik maak me daar eerlijk gezegd niet zo heel erg druk om. Duidelijke taal. Tot slot, morgen een oefenwedstrijd. Wat wil je daar zien? Nou, wat ik daar wil zien is dat we daar ook weer fit uitkomen. En daar gaan we spelen met twee teams. Ik zie het ook meer als een training, maar voor het eerst weer op een groot veld staan. En meestal is zo de eerste wedstrijd, dat gaat allemaal wat stroefjes. Maar iedereen laten voetballen en weer confronteren met waar het uiteindelijk om gaat. Met de scheidsrechter erbij, met alle voorwaarden die er zijn om een wedstrijd te kunnen spelen. En die eerste oefenwedstrijd is in Driel om 6 uur op zaterdagmiddag. Als de wonderdrankjes van Eddie Peeples tenminste geen gekke dingen doen.